Hallo. We staan hier in een maïsperceel. Het is nu halverwege juli. Het is een belangrijk moment voor wat betreft de maïsteelt. Zeker als het gaat om de beoordeling op droogte. Beter gezegd droogtestress in maïs. Er zijn als het gaat om maïsteelt drie momenten die heel belangrijk zijn als het gaat om de voorziening in vocht. Dat begint al bij de zaai. Er zal gezorgd moeten worden voor een vochtig zaaibed. Alleen in een vochtig zaaibed kan zaad op een goede manier ontkiemen. Het tweede moment, en dat is eigenlijk moment 1 juli voor de bloei, is het moment wat wij noemen de schietersfase. De fase waarin de maïs van het zesde blad groeit naar het moment dat de pluim in de maïs komt. Wanneer maïs onder die condities op dat moment een tekort heeft aan vocht, zul je dat als teler in de praktijk terugzien in te korte planten. Je moet het je voorstellen dat in de schietersfase cellen gevormd worden, vervolgens cellen strekken en verhouten, wat uiteindelijk zorgt voor de stevigheid. Nu, wanneer er een tekort is aan vocht, zal die celdeling er wel zijn, maar de celstrekking een heel stuk minder, tot helemaal niet. En dat uitzicht dan in te korte planten, met name de bovenste delen blijven te kort. Wanneer de droogte zich verder doorzet, komt dat vervolgens tot uiting in onvolledig of helemaal niet gevulde kolven. Wanneer die plant dan toch die fase, die droogte, overleeft, geen kolf heeft kunnen vormen, zien we vervolgens maïs die roodverkleuring toont. We noemen dat anthocyaanverkleuring. Maïs produceert suiker, zeker maïs die ook nog gezond groen blad heeft. Dat moet toch ergens in die plant. Normaal wordt dat in de korrels van de kolf gestoken. Maar als die korrels, dus die kolf, ontbreken, als gevolg weer van die droogte, zul je zien dus dat de plant van boven tot onder of van onder tot boven volledig rood kleurt. Dus belangrijk is om dat moment eigenlijk voor te zijn en ook te voorkomen dat maïs te lijden krijgt onder droogte. De derde belangrijke fase in het groeiseizoen van maïs, als het gaat om het voorzien in vocht, is het moment rond de bloei. Dat is zo niet het allerbelangrijkste moment. Wanneer er op dat moment vocht ontbreekt, en dan hebben we het natuurlijk over vocht in de wortelzone, is het juist zo belangrijk om het vocht daar te hebben. Wanneer dat er niet is, zal dat het uiting komen in een onvoldoende tot mogelijk zelfs een hele slechte bevruchting van de kolf. Met als resultaat dat er geen kolf gevormd wordt. Nu, daar zitten verschillende gradaties in. Dat is natuurlijk afhankelijk van de zaaidichtheid en de vochttoestand, wat ik daarnet noemde. Maar ook de nutriëntenvoorraad, met name kalium, die daarin een rol speelt. Er zijn heel veel factoren dus daarvan op invloed. Die maken dus dat er situaties te zien zijn in de praktijk van kolven die nauwelijks gevuld zijn tot kolven die volledig gevuld zijn. Dat kan zelfs in het perceel voorkomen. En dat is vaak direct te relateren aan de bodemvruchtbaarheid van het desbetreffende perceel. Daarom is het ook juist zo belangrijk om die situatie, die stresssituatie te voorkomen. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, telen we maïs voor de kolf. Een gezonde plant is in staat om een kolf te bevruchten en vervolgens een kolf te vullen. Nu, wil je als teler controleren voor de bloei hoe het gesteld is met de vochtstoestand, neem dan even de moeite om met de schop het perceel in te gaan. Om die reden heb ik een schop meegenomen. Graaf een gat tot in de wortelzone en kijk dan naar de vochttoestand in de bodem. Nou, ik zal eventjes de moeite nemen om dat te doen. Dus als we het hebben over wortelzone, dan moet je dus denken aan een diepte van om en nabij 20-30 centimeter. En als het dan zo is dat de grond, ook op zandgrond, dat er nog een kluit van te vormen is, dus dat het nog plakt, en dat is in dit geval zo, dan is het nog oké wat betreft de vochttoestand. Maar laat het er niet op aankomen. Het is juist belangrijk om ook hier de weervoorspellingen goed te volgen, tegelijkertijd dus ook de vochttoestand in de bodem te controleren. Mocht u twijfelen, onderneem dan actie. Al is het alleen maar omdat er in bepaalde gebieden in de Benelux ook sprake kan zijn van beregeningsverboden. Het is dan beter om dat voor te zijn.
En het is ook goed om tijdig te beregenen. Niet af te wachten totdat dat visueel de planten ook droogteschade vertonen. En dat is op dit perceel is dat dus nog niet goed te zien. Maar als je rond deze tijd van het jaar in percelen gaat, zul je planten zien staan die een hele steile bladstand vertonen. En dat is ook een manier voor een plant om zich te beschermen. Maar je moet je voorstellen dat het meeste vocht wat een maïsplant opneemt, eigenlijk bedoeld is voor verdamping. Dus voor koeling. Nou, dat wil je dus voor zijn. Je wil voldoende vocht aan die maïsplant leveren. Dus als ik u als teler mag adviseren, ga uw maïs in, beoordeel de vochttoestand in de wortelzone en beregen. Als we het hebben over beregenen, denk dan aan een gif van om en bij 20 tot 35 mm en het liefst voor de bloei. Dus wacht niet totdat de plant bloeit, hè, want het is maar een periode van 2 à 3 dagen, maar beregen op tijd. Wilt u meer weten over de toestand van uw maïsperceel of de maïs in bijzonder? Zeker als het gaat om natuurlijk de vochttoestand en het risico op droogteschade, neem dan alsjeblieft contact op met KWS. U vindt de contactgegevens van onze regionale medewerkers op onze website.